Hallo mensen, welkom bij deze episode van Super. What the fuck, waarom zijn het nu Super? Waarom vergeet ik dat ik de naam van dit spel? Strike Suit Zero, episode 2. Wij gaan verder. Ongeveer waar we de laatste keer stopt, waarom ben ik zeker 100% is, want dit spel safe nogal stilletjes, ik zal het zo zeggen. Dus ik weet niet precies waar het de laatste keer saved is. Maar we gaan gewoon verder. Ik denk dat daar is in de buurt. Dus alleszins. Dat wou ik gewoon nog een keer doen in een video. If we are going up against this thing that destroyed our fleet, we need her. Sorry. Arcadia, this is a retrieval. Thumbnail! Preparing to deploy! Kan het niet laten. Staat dit max? Ja. Wanneer stop ik daar nu eindelijk mee? Ja, en blijkbaar stond het niet te luid de vorige keer, dat had ik het beter daar juist gedaan. Dus we gaan het tikkie luider zetten. Dus altijd een beetje gokken, dat soort dingen. Voilà, dat hebben we dan ook weer gehad. Miljarden is ambetant als er energie op is. Oké, waar zijn die naartoe? Ze weten toch ook niet van ophouden, hè? Ah, gij zit voor mij. Dikke smeerlap. Wow, Jesus.
Voilà. Coole geluidseffecten. Fuck. Is het een beetje raar. Adams, I should introduce myself. UNE scientists gave me the name Control. I am listed as an AI, although I inhabit the body and mind of the scientist, Dr. Isabella Abram. My unique nature allowed me to design and build the ship I need you to fly. It is an advanced dual-role fighter craft called the Strike Suit. Ah! Dat schip is belangrijk als het in de titel van het spel voorkomt. Me want, me want, me want. Ja, het is wel goed. Feature of the ship is strike mode. Strike mode. The ship's weapons drain formed energy to enhance damage and fire rate. This energy will eventually deplete and strike suit will revert to its default state. Oh, dit voelt nu al veel beter als dat andere schip. Strike mode training flux. Is er enemy ships and wreckage collect flux. Ah, dat is meteen een vernietiging voor nieuwe energie. Schip. Sava. Press space to transform into strike mode. Sava. Oh, I'm loving it. Dit voelt nu al veel beter. Ah, in strike mode alleen, een gewone mode is de energie. Sava. Dus je kunt dashen, maar je kunt niet... Oh, cool. Moving into full position. This is awesome. Ah, zo gevoelig. Cool. This is awesome! Ik ga die sensitivity een klein beetje veranderen, want hij is al heel gevoelig. Maar een beetje hetzelfde als in dinges. Ik zou niet weten waarom dat anders moest zijn. Nee.
Oh, maar je kunt er wel niet zo ver mee. Je moet wel dichtbij zijn. Ça va. Die wapens zijn ook waarschijnlijk wel veel effectiever. Daar komt de nieuwe vloot. Awesome muziek, by the way. Ik heb de soundtrack pack. Ik heb de soundtrack ook gekocht. Alleen gekregen, omdat ik pre-ordered had ofzo. Awesome soundtrack, zegt waar. Multiple targets. Ah ja. Ça va. This is awesome. Moet toch niet helemaal opnieuw beginnen? Nee, ik haat het als de games dat doen. Ah, restart checkpoint, ça va. Maar ik moet eventjes de camerabatterij vervangen. Secondje. Zo heel ver. Nee, dat is te dicht. Dus gewoon checkpoints resetten. Oké dan. Voilà. Let's see what that ship can do.
Waarom zie ik ze zo niet? Wow! Die dingen moeten gewoon kapot. Ah, chaos! Ik weet niet waar ik eerst naartoe moet. Oh, come on. Have we lost again? Ah nee, we begonnen juist. Ah, dat is goed. Ja, met de taakbalk doen aan mijn tand. Oké, Fraps is waarschijnlijk moet naar starten. Voilà! Dat is ons gelukt. Ah, hier mogen we onze scores op betaald. Strijksuit unlocked, dat is de groot achievement. Volgende missie zal natuurlijk voor een andere keer zijn, als er een andere keer komt. Ik zou zeggen, tot volgende week, mensen. What the fuck? Ah ja.
Als je deze video leuk vond, denk er zeker eens over om te subscriben, want ik apprecieer het echt. En ook eens om een ander kanaal te bezoeken, want ik maak nog veel meer dan dit.